Nogmaals goedenavond en welkom bij het RTV Arnhem Nieuws. Bij Willem II zal binnenkort mogelijk een rekening van Vitesse op de mat vallen. Volgens de Arnhemmers hebben de Tilburgse fans afgelopen zondag schade aangericht in het Gelredome. Ze zouden een hek en 7 stoelen en gesloopt hebben. Ook zijn er 6 stewards gewond geraakt bij een vechtpartij omdat Willem II-fans aan het wildplassen waren. Volgens de woordvoerster van Vitesse gedroeg het merendeel van de 1200 fans zich naar behoren, maar zaten er ook een paar rotte appels tussen. Welk bedrag Vitesse van Willem II gaat eisen is nog niet duidelijk.